dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag is het zover. De grote finale van Rockstars The Battle. Van de vele honderden aanmeldingen door bands vanuit het hele land zijn er nu nog 2 bands over die gaan strijden om winnaar te worden van Rockstars The Battle. So let the battle begin. Adventure Band is opgericht door Walibi. Hij zocht de beste en mooiste zangeres uit van Siberia, Phoebe. En samen met gitarist Haas en drummer Zenko zeggen zij de wereld hallo. Geef ze een groot applaus, de eerste finalisten van Rockstars, Rob! Hey, hallo allemaal! Ze zijn in een paar maanden tijd enorm populair geworden bij het publiek. Maar zijn zij populairder dan Rob? Volgens Squats en Rob Sukkels en is hij een geboren winnaar. Samen met zijn 2 vrienden, Loco en Motif, vormen zij The Skunks. Wie gaat er winnen? De 2 finalisten zijn binnen. Het publiek heeft er zin in. Maar er is 1 man die we nog missen. Uw presentator van vandaag. Hier is Henk van den Bos. Jongens en meisjes, van harte welkom hier bij Rockstars The Battle, de grote finale. Maandenlang hebben hier honderden bands op het podium gestaan en vandaag is het er eindelijk zover. Vandaag is die finale, de strijd om het platencontract. De WAP tegen de Skunks, wie gaat er straks met het platencontract naar huis? Dat gaat de jury uitmaken en u ook. Maar hoe dat gaat, ga ik u zo uitleggen. Ik ga eerst bij de bands naar achteren sturen om zich te gaan voorbereiden. Allereerst, de Skunks zijn al weg. Wat jullie kunnen gaan achter het rijtje voor. Tot zo! Dan stel ik u mooi ondertussen even de jury voor. Roep je naam, ga even staan, natuurlijk ga even staan. En roep je naam, dan weet iedereen meteen wie je bent. Zoe! Applaus voor Zoe! Casper! En een applaus voor Sven, dames en heren. Dit zijn de juryleden van vanmiddag. Zij hebben een dubbele stem, maar u kunt ook met z'n allen stemmen, dames en heren. Daarvoor pakt u uw mobiele telefoon en stuurt u 1 sms'je. Daarin zet u de woorden WAP of Skunks, SKUNX, naar 06-312-78865. Maar doe het snel, want er is weinig tijd. Doe het nu. Want we gaan gelijk door naar de allereerste opdracht van vandaag. Beide bands mochten een nummer uitkiezen van een all-time favorite band of artiest. En het eerste wat we gaan horen is Radar Love van de Golden Earring. De Skunks trappen namelijk af met dit nummer. Zeg, gozer, ja? Kunnen we al beginnen? Zeg, Squat, je ziet dat ik je aan het aankondigen ben. Wacht nou eens even, gast. Hey, we zijn Motif kwijt. Oh nee, hè, Viri, godvogel. Kom hier, vogeltje, waar zit je nou? Waar zit je? Zeg, Squat, gast, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou ja, we zijn een band met 3 personen, maar ik mis nou de bassist, die loser. Nou ja, dan word je gedisqualificeerd, toch? Dat nooit! Motif van Baby. Hey, Loco, kap daar eens mee! Ja, kap daar eens mee. I will like you! Daar is hij dan, dames en heren. Motif was met een meisje. Schrijf maar een vrouw! Uitkijker, je verpest de hele show. En zoals u ziet, dames en heren, zijn ze dan nu eindelijk compleet. Squat, Loco en uiteindelijk ook Motif. Geef ze een geweldig applaus. Hier zijn ze met Radar Love! Yeah.
En vergeet niet te stemmen. Kan ik ook stemmen dan? Kan ik ook stemmen? Natuurlijk kan je stemmen. En dan zou ik maar doen hebben wat er wat te winnen. Doe nou eens rustig, man, Tiff, van een gedoe. Schat, hoe vond je het gaan? Vertel ons eens even. We zijn dus hier. Wat dacht je nou zelf? We gaan winnen. Tenminste, als die vreemde vogel van de motor niet van die domme dingen blijft uithalen. En u ziet het, dames en heren. Vol zelfvertrouwen maken zij het podium vrij voor die andere band. Zij kregen dezelfde opdracht, maar zij kozen voor niemand minder dan Michael Jackson. Geef een waanzinnig applaus aan de Walibi Adventure Band! Succes jongens! Ja. Ik heb er zin in! Wauw, 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 dat was van...